Twee paar overlaarzen, een complete overall met capuchon, twee paar handschoenen, een vloeistofdichte jasschort, een bril en een mondneusmasker. Een hele waslijst aan beschermende kleding bij een mogelijke ebola-infectie. Deze week wordt er geoefend, hoewel een uitbraak in Nederland niet realistisch lijkt. Nee, gelukkig niet. Die kans is heel erg klein. Zoals u weet zijn er recentelijk twee dokters uit Sierra Leone teruggekomen. Nou, die blijken het gelukkig, werd vandaag bekendgemaakt, niet te hebben. De kans dat je hier ermee te maken krijgt is heel klein, maar je moet altijd als ziekenhuis goed voorbereid zijn. En voorbereid zijn ze in Assen. Het materiaal staat klaar en medewerkers oefenen met het aan- en uittrekken van de kleding. Trek het vloeistofdichte jasgat uit. De ebola-patiënten worden niet in Assen behandeld, maar worden overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ebola wordt verspreid door contact met lichaamssappen als zweet, spuug of urine. Er is nog geen goed medicijn tegen. In West-Afrika zijn al duizenden mensen slachtoffer geworden van de besmettelijke ziekte. Een beschermend pak is dan ook geen overbodige luxe. En mochten nou in de toekomst we mensen in witte pakken zien rennen door de gang, dan is het dus ebola? Of een oefening.